In deze webles gaan we kijken hoe we kunnen rekenen met versnellingen. En als ik het heb over versnellingen, dan heb ik het vooral over eenparige versnellingen. Alle andere soorten versnellingen, daar kun je niet zo goed aan meten. Even nog herhalen, wat voor soorten bewegingen heb ik eigenlijk? Verandert de snelheid niet, dan heb ik het over een eenparige beweging. Gaat de snelheid, neemt die geleidelijk toe in de tijd of neemt die geleidelijk af in de tijd, dan noemen we het een eenparig versnelde beweging. Bij een aflopende snelheid kun je het ook wel eenparig vertraagde beweging noemen. Dat komt dan op hetzelfde neer. Is de versnelling positief, dan versnelt het voorwerp. Is de versnelling een negatief getal, dan vertraagt het. Even nog herhalen de formules. Welke formules gaan we gebruiken? We hebben de definitie van versnelling. En versnelling is gelijk aan de delta v delen door delta t. Oftewel v eind min v begin delen door t eind min t begin. Dan moet je even opletten, want als nu v eind kleiner is dan v begin, dan is die dus aan het afremmen, aan het vertragen. En dan krijg je voor delta v ook altijd een negatief getal. Delta t is altijd positief, want de tijd die gaat maar in één richting. Die gaat altijd naar voren. Een tweede formule die van belang is, die handig kan zijn als je gaat rekenen aan eenparige versnellingen, is de formule om de gemiddelde snelheid uit te rekenen. Want de gemiddelde snelheid ligt bij een eenparige versnelling altijd precies tussen de begin- en de eindsnelheid. In formulevorm luidt dat dan dat v gemiddeld gelijk is aan een half keer v begin plus v eind samen. Waarom is dat nou zo handig, v gemiddeld? Nou, die gemiddelde snelheid die geeft jou de mogelijkheid om heel snel uit te rekenen, ook bij een eenparig versnelde beweging, hoe groot de afgelegde weg is. En dat is de derde formule. S is altijd gelijk aan de gemiddelde snelheid maal de tijd. Goed, een voorbeeld om het allemaal eventjes te verduidelijken. Dit is het voorbeeld. Een vliegtuig beweegt tijdens de landing. Hij komt dus aan, hij landt en op het moment dat hij de grond aanraakt, begint het vliegtuig met een eenparige vertraging en de beginsnelheid van het vliegtuig is 100 meter per seconde. De landingsbaan is 2000 meter lang en je wilt natuurlijk dat het vliegtuig op tijd is gestopt en dat hij niet de landingsbaan afrolt. En de vraag is dan ook, hoe groot moet de minimale vertraging zijn, wil het vliegtuig op tijd stilstaan? Hier staat het nog eens onder elkaar. Gegeven zijn de beginsnelheid, die is 100 meter per seconde en de maximaal afgelegde weg. Maar eigenlijk weten we er nog eentje, want de eindsnelheid die is eigenlijk ook gegeven, want die bedraagt 0 meter per seconde. Want je wil natuurlijk berekenen totdat het vliegtuig stilstaat. Wat wordt gevraagd? Gevraagd wordt de versnelling, in dit geval is de negatieve versnelling. Hoe groot is de vertraging? Nou, dan gaan we eens even kijken naar de formules die we hebben. We hebben een formule voor de vertraging, om de vertraging uit te rekenen. Dan moeten we weten het snelheidsverschil en de tijd waarin het gebeurt. Nou, ik heb net al gezegd, het snelheidsverschil weten we eigenlijk, want het snelheidsverschil moet zijn v eind, dan staat die stil, min v begin. Dus delta v is min 100 meter per seconde. De afgelegde weg, de maximaal afgelegde weg, bedraagt 2000 meter. Dat is formule 2, die moet dus gelijk zijn aan de gemiddelde snelheid maal de tijd dat de vliegtuig over mag doen om stil te staan. Dan is de vraag, ja, maar wat is dan de gemiddelde snelheid? Daar kun je de derde formule voor gebruiken. De gemiddelde snelheid weet je als je v begin en v eind weet. Nou, als je dit onder elkaar zet, heb je meteen eigenlijk je stappenplan hoe we deze som gaan aanpakken. Wij gaan eerst de gemiddelde snelheid berekenen. Als we dat weten, vullen we dat in de formule met s. En als we die weten, kunnen we tot slot de versnelling, de vertraging a uitrekenen. Nou, laten we beginnen. De onderste is niet heel moeilijk, want de gemiddelde snelheid is de helft van v begin en die is 100 en v eind en die is 0. Ja, de helft van 100, dat komt uit 50 meter per seconde, is de gemiddelde snelheid. Dan kunnen we uitrekenen hoe lang het vliegtuig erover mag doen. Gaan we eerst de formule even omschrijven, want we willen uiteindelijk gaan uitrekenen delta t. En delta t is gelijk aan, dan moeten we even kijken. Dan moeten we links en rechts delen door de gemiddelde snelheid. En dan valt die bij delta t is weg en dan krijg ik rechts
S gedeeld door de gemiddelde snelheid. Nou, die weten we allebei, want we hebben net de gemiddelde snelheid berekend. Dus die kunnen we invullen. 2000 meter delen door 50 meter per seconde. Daar komt uit 40 seconden. Het vliegtuig mag er 40 seconden over doen voordat hij stilstaat. Dat kunnen we vervolgens daarboven invullen, want we weten nu delta t. Delta t moet dus 40 seconden zijn. Nu gaan we a uitrekenen. A is snelheidsverschil. Hij begon bij 100 en hij staat stil, dus het snelheidsverschil is min 100 in 40 seconden. En dat komt uit min 2,5 meter per seconde in het kwadraat. Dus het vliegtuig mag er 40 seconden over doen en hij moet dan minimaal een vertraging hebben van min 2,5 meter per seconde in het kwadraat. En dan staat hij op tijd stil. Zo kun je hem aanvallen met de formules. Maar er is ook een tweede methode. En de tweede methode, dit is dus dezelfde vraag, maar nu gaan we gewoon de tweede methode toepassen. Bij de tweede methode ga je zeggen, ja, maar ik ga eerst beginnen met het schetsen van een VT-diagram. Dat ga ik even doen. Gewoon een schets, het hoeft niet netjes te zijn. Op de y als v, op de x als t. Ja, wat is de situatie? Hij begint met een bepaalde beginsnelheid en de snelheid neemt eenparig af, dus dat wordt een driehoek. Ziet er zo uit in het VT-diagram. Nu gaan we invullen wat we weten. Nou, we weten twee dingen. Hij legt maximaal 2000 meter af en die 2000 zit dus verstopt in het oppervlak onder de grafiek en zijn beginsnelheid is 100 meter per seconde. En nu gaan we kijken of we t kunnen uitrekenen. En dat kan omdat we gebruik kunnen maken van de vergelijking voor het oppervlak van een driehoek. Oppervlak van een driehoek is de helft maal de lengte maal de hoogte. Maar het oppervlak in ons geval is 2000 meter. Is gelijk aan half maal de lengte. Ja, daar staat op de x-as staat de t, dus die weten we niet. Maar de hoogte weten we wel. Die is 100. Dan staat dus eigenlijk 2000 is 50 delen door 100. Sorry, is 50 maal t. En dan kunnen we t uitrekenen. En ja, natuurlijk komt daar hetzelfde uit als net. Want het is dezelfde opgave, het is alleen een andere manier van oplossen. T is 40 seconden. En dan kun je dus weer zeggen, dan kan ik a ook uitrekenen. Delta v delen door delta t. In het plaatje is a gelijk aan de richtingscoëfficiënt van deze lijn. Dus we gaan nu eigenlijk gewoon de richtingscoëfficiënt van onze lijn uitrekenen. Je ziet dat er een negatief getal uit moet komen, want de lijn loopt naar beneden en dat klopt dan ook. Dat komt namelijk uit min 2,5 meter per seconde in het kwadraat. En je krijgt precies dezelfde antwoorden als bij de formules, maar op een andere manier.